De allerlaatste wedstrijd. Ik ben 75 jaar. Waarvan 55 jaar scheidsrechter. In 1965 begonnen. En dan in 2015 is het tijd dat ik ermee ophoud. Het lichaam waarschuwt me eigenlijk van, nou Toon, ik wil nog wel, maar ik kan eigenlijk niet meer. Het weekend was ik eigenlijk altijd op de velden te vinden. En ja, als ik het zeggen mag, dat heeft dan ook geleid tot dat mijn eerste huwelijk beëindigd is. Je zegt natuurlijk niet, als ik moet kiezen, dan kies ik een scheiding. Maar op den duur zeg je, ja, het loopt nou eenmaal zo. En ja, dan is dat, dan moet ik het maar doorgaan met mijn hobby. Doet het u niet ontzettend pijn in het hart dan dat u nou de scheidsrechtersfluit in de wilgen gaat hangen? Ja, ik denk wel dat ik daar erg veel spijt van zal krijgen. Een halve eeuw scheidsrechter, maar de praktijk moet nog komen, hoe ik me dan voel.